Het is Jelven Jochende Maas en de borkerij van Otto Jan Bokma uit het Heidenskip stiert vol met 22 journalisten uit meer dan 20 verschillende landen. Ja, die komen hier gewoon hier kijken om te kijken van hoe werkt nou de Nederlandse zuivel? Hoe zit dat nu met de kaas en de melk en de stallen en de veehouders? Die komen hier gewoon verhalen halen voor hun lezers en kijkers thuis. Europa, Afrika, Brazilië en Amerika, ze komen van oer de hele wereld. En ze binnen hier om verskate redenen. You know, in Croatia we have very big problems with little farmers who have cows and produce milk. So when I see here in Holland that little farmers like this guy can live very good with her family, oh, it's a delight. Main thing is the how production is from the cows. It's a big production. It's in Sri Lanka farmers very need this information. This will go through our television in Sri Lanka to all over the country. This is very important for us. Bokma is grijtboer en maakt het biologisch het siers. Hij werkt met Jersey kei. Omdat er maar 2 Nederlandse bedroom binnen die het siers meidje, willen de journalisten er graag meer over weten. Wat ik speciaal heb gevonden, dat is ik met name isbedroeg. Nou, wij zijn toch wat anders bedroeg dan een trustnee boer hier in Nederland. Maar ik ben er wel enorm trots op. Want ik heb een vraag weg oer of waar. Nou ja, nou, we leven hier in Amerika en we leven in Frankrijk. Maar ik woon in Nederland. Er zijn telkens meer winkels die vragen naar justitie. En ja, justitie, dat is gewoon oorzies dan de melk van Holstein is. Van het verhaal dat Bokma vertelt, kunnen de buitenlandse boeren, nevens de journalisten, nog een soort leren. Yes, I want to learn something that you must work, 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 and you will be like Holland.